Stel je voor, je haalt een ticket voor de loterij en wint de jackpot. Wat voor wereld gaat er dan voor je open? Dit overkwam de 40-jarige Amerikaanse man, genaamd Abraham Shakespeare. Van een zolderkamertje bij zijn moeder verhuist hij naar zijn droomhuis. Maar maakt geld nou echt zo gelukkig? Al snel lijkt het erop alsof zijn miljoenen zich tegen hem keren. Vandaag vertel ik jullie het verhaal over deze man, Abraham Shakespeare. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Vandaag ga ik mezelf weer opmaken en terwijl ik dat doe, vertel ik jullie over de waar gebeurde misdaad. Vorige week heb ik het eventjes helemaal anders gedaan, zonder make-up. Hier en daar vind ik het leuk om te experimenteren. Deze week doen we het gewoon weer met. We gaan het gewoon hier en daar wat afwisselen. Mocht je net als ik een true crime fan zijn, vergeet dan vooral niet om op dit kanaal te abonneren en om een duimpje omhoog te doen. Dat zou mij enorm helpen. Laatste tijd het algoritme van YouTube, die doet wat rare dingen. En jullie kunnen mij steunen door te reageren, te abonneren, door die like te geven. Dan zorg je ervoor dat mijn video's weer een beetje lekker in dat algoritme komen. Daar heb ik jullie hulp echt bij nodig. Plus, ik ben erachter gekomen dat de helft van de mensen die naar mijn video's kijken nog niet op dit kanaal zijn geabonneerd. Dus, klik alsjeblieft eventjes op dat icoontje, op dat rode knopje. Zet ook gelijk het belletje aan, dan krijg je altijd een notificatie als ik een nieuwe video heb geüpload. Elke vrijdag om 4 uur 's middags ben ik er weer met een nieuwe misdaadvideo op dit kanaal. Tegelijkertijd met de video staat ook altijd een podcastaflevering online, genaamd Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer. We zijn exclusief te beluisteren op Podimo. Daar kan ik jullie nog net wat meer details geven. Dat wat ik op YouTube niet mag vertellen, dat vertellen we in de podcast wel. Dus ben je geïnteresseerd? Het linkje staat onder in de beschrijving. Elke week geef ik een shout-out weg aan een van mijn kijkers die iets leuks heeft gereageerd onder in de reacties. Als je aan de shout-out wilt deelnemen, zet dan eventjes iets leuks hieronder in de comments met de hashtag S-onderd. En deze week is de shout-out voor Feline Kluvers. Ik kan nooit de perfecte video vinden om mijn make-up tijdens te doen. Toen kwam ik er dus achter dat deze video's net wat langer duren dan mijn make-up routine. Nu hoef ik dus niet elke keer weer een nieuwe video aan te zetten. Erg goed verteld weer. Nou, dankjewel, lieve Feline. Voordat ik ga beginnen met het vertellen van dit verhaal, is het even belangrijk om te vermelden dat er nogal wat triggers in dit verhaal kunnen zitten. Alle verhalen die ik vertel zijn natuurlijk best wel pittig en heftig. Als je niet tegen onderwerpen zoals de dood kan, moord, geweld, et cetera, klik deze video dan gewoon eventjes weg. Dan is het niet voor jou bestemd. Ben je onder de 12 jaar oud, vraag je ouders eventjes om toestemming of vraag of ze dit samen met je kijken. Het is daarbij niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik jullie geef is informatie die ik verzameld heb op het internet, gebundeld heb tot één verhaal en breng aan jullie. Dat gezegd hebbende, zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal van Abraham Shakespeare. Abraham Lee Shakespeare wordt geboren op 24 april 1966 in een plaatsje genaamd Lakeland en het ligt in de staat Florida. Dus dit verhaal speelt zich af in de Verenigde Staten. Zijn moeder voedt hem in zijn eentje op en thuis heeft Abraham het niet bepaald breed. Ze wonen in een achterstandswijk. Er is niet heel veel geld om uit te geven. Abraham maakt zijn school ook niet af. Sterker nog, hij stopt ermee als hij pas 12 jaar oud is. Dus zelfs de basisschool heeft hij volgens mij nog niet eens afgemaakt. Verder wordt Abraham beschreven als best wel een ingetogen, introverte jongen. Hij was best wel rustig. Verder vindt iedereen hem altijd hartstikke vriendelijk overkomen. Ja, hij is gewoon een beetje stil, maar wel heel beleefd. En had eigenlijk nooit kwaad in de zin, om het zomaar te zeggen. Ondanks dat hij zijn school niet heeft afgemaakt, doet hij wel heel hard zijn best om zijn zaakjes op orde te krijgen. Hij is altijd bezig met baantjes. Hij hoopt wel van het ene baantje naar het ander. Hij werkte bij een boomgaard, waar hij sinaasappels plukte. Maar in het verleden heeft hij ook in de bouw gewerkt. Hij heeft zoveel verschillende dingen geprobeerd. Hij heeft natuurlijk nooit een opleiding gedaan. En lezen en schrijven, dat was eigenlijk al best wel een dingetje voor hem. Daar had hij al redelijk wat moeite mee. Het is ook niet zo gek als je zo vroeg stopt met school. Het zal ongetwijfeld een reden hebben gehad. Ja, het zat wel in zijn karakter om er echt alles uit te halen. Dus
Hij ging niet bij de pakken neerzitten. Die jongen was absoluut niet lui. Het was echt wel een harde werker. Abraham heeft in het verleden wel eens een overval gepleegd, maar over het algemeen riep hij geen problemen over zichzelf af. Eigenlijk gedroeg hij zich altijd goed op dit slippertje na. Maar hij dronk bijvoorbeeld nooit, gebruikte geen drugs. Het was niet iemand die echt de grenzen opzocht. Hij is dus wel eens in de fout gegaan. Het is niet per se moeder Teresa, laten we het zo zeggen, maar in de kern was het een goed mens. Hij heeft gewoon niet alle kansen gehad in het leven. In het jaar 2000 krijgt Abraham een zoontje. Abraham zelf is dan 33 à 34 jaar oud. En met zijn volwassen leeftijd woont hij nog steeds bij zijn moeder thuis. Ook niet ideaal, maar heeft het gewoon gezellig met haar. Kan ook voor haar zorgen. Dus voor beide is het een win-win situatie. En ze hebben gewoon een hele goede band met elkaar. Dus dat verloopt gewoon prima. Dan is het 17 november 2006. Een beetje een sprongetje in de toekomst. Abraham is inmiddels een veertiger. Hij is 40 jaar oud. En hij is op dat moment onderweg naar Miami in een vrachtwagen samen met een collega. Die collega was een man genaamd Michael Ford. En het zal natuurlijk best wel een rit worden in die vrachtwagen. Dus ze stoppen voor wat snacks, voor een frisdrankje, voor van alles. Dus ze stoppen bij een supermarkt om het een en ander in te slaan en sigaretten te kopen. Je kent het wel. Dus Michael Ford stapt uit de auto. Die vraagt nog aan Abraham van, joh, wat wil je drinken? En Abraham zegt, weet je wat, koop maar 2 tickets voor de loterij voor mij. Ik hoef verder niks. Dus Michael gaat naar binnen. Hij doet zijn eigen boodschappen en haalt de 2 lotto-tickets, de loterijtickets, voor zijn collega Abraham. Kennen jullie dat? Dan is het kerst of oud en nieuw. En dan geef ik mijn familie wel eens zo'n kraslot, weet je wel. Een decemberkalender heet dat. En dan zeg ik ook altijd van, joh, mocht je nou echt een hele grote prijs winnen, ik pak 10%. Nou, in het geval van Michael Ford was dat niet het geval. Die heeft niet van tevoren een eis gesteld of zo. Ik denk dat je er nooit van uitgaat dat het een succes wordt, hè, zo'n lot uit de loterij. Maar in het geval van Abraham, die sterren die moeten echt precies goed hebben gestaan die nacht. Want hij wint gewoon de jackpot. De jackpot. En dat was geen kattenpis. $30 miljoen. Daar gaat natuurlijk nog best wel een deel vanaf. Daar gaat BTW vanaf. Je moet natuurlijk wat afdragen. Al met al houdt Abraham na het winnen van deze loterij zo'n 17 miljoen over. Dus je gaat van niks. Want hij had echt alleen nog zijn zolderkamertje bij zijn moeder. Op zijn 40-jarige leeftijd woonde hij daar nog steeds. Hij ging van niks naar echt het alleruiterste. Heel intens. Wauw. Oké. Even over die opmerking van de decemberkalender. Michael Ford, je kunt je voorstellen, zijn collega was best wel een beetje zuur. Die denkt, ja, hallo, ik moest heel dat parkeerterrein over om die tickets voor jou te halen. Dan mag ik toch op zijn minst wel 1 miljoentje van je hebben, toch? Tuurlijk niet. Ik begrijp het wel. Ze waren ook niet per se enorm goede vrienden of zo. Dus waar hebben we het over? Het gaat zelfs zo ver dat die collega van Abraham, deze Michael Ford, hem gewoon voor het gerecht heeft gesleept. Hij heeft er een rechtszaak van gemaakt. Hij wilde gewoon die miljoen. Nou, hij kreeg geen gelijk. Michael Ford werd er eerder armer van dan rijker. Want je kunt je voorstellen dat zo'n rechtszaak, ja, dat kost geld. En dan verlies je ook nog eens. Michael werd er niet per se beter van. Die miljoen werd ook nog door zijn neus geboord. Nee. Kan er niet heel veel medelijden mee hebben, Michael. Nou, Abraham wordt dus in het gelijk gesteld. Hij hoeft geen cent aan zijn collega te betalen. Godzijdank. En hij gaat flink van het leven genieten. Dit is toch zijn moment, hallo. Hij is altijd arm geweest. En nu heeft hij gewoon eventjes 17 miljoen op de bank staan. Trouwens jongens, ik heb me even vergist. Hij moest 17 miljoen afdragen en hield 13 over. Dus moet je nagaan, meer dan de helft gaat naar de Belastingdienst. Maar goed hè, ja, ik denk niet dat je heel erg veel klaagt. Want met 12,7 miljoen heb je nog steeds een lekker zakcentje op zak, hè? Dus hij had niet 17 miljoen, hij had ongeveer $13 miljoen wat hij overhield. Ja, en hij ging het spenderen. Dat geld, dat vloog, dat rolde alle kanten op. Dat is niet normaal. Hij kocht zijn eerste huis. Hij kon eindelijk weg bij zijn moeder, hè? Van zolderkamer ging hij naar een enorm herenhuis, een soort mansion. In een prachtige wijk. Echt een wijk waar heel veel rijke mensen woonden.
was allemaal omheind, beveiligd. Ja, dit was wel de dure buurt, om het zo maar te zeggen. Abraham had nooit durven dromen dat hij in zo'n buurt een huis zou kunnen kopen. Dat huis had ook een prachtig zwembad. Het zag er überhaupt gewoon ontzettend mooi uit. Automatische hekken die open en dicht gingen. Hij kocht daarbij ook nog een paar flinke, vette auto's. Zijn neven, zijn nicht, nou ja, zijn hele familie kreeg een huis van hem. Hij was flink aan het genieten van zijn geld, maar hij deelde het wel met ja, zijn naaste, degene die hij echt lief had. Hij was ontzettend gul. Abraham had er geen moeite mee om zijn prijs te delen met mensen. Gewoon de mensen die hij lief had of die hulp nodig hadden, die hielp hij graag uit de brand. Hij had ook verschillende mensen geld geleend. Hij was echt heel gul. Abraham had echter nooit geleerd om goed met zijn geld om te gaan. Geld was er namelijk eigenlijk nooit. Of niet in deze mate natuurlijk. Dus daar ging hij niet per se heel verantwoordelijk mee om. Omdat hij gewoon nooit heeft geleerd dat te doen. Hij heeft nooit voor iets gespaard of weet ik veel wat. Dat het geld wat er was, dat had hij nodig om te kunnen overleven. Om zijn huur te kunnen betalen. Om zijn hoofd boven water te houden. Maar dit leven was hij totaal niet gewend. Dus hij had zichzelf niet bepaald in de hand. Ja, dan kunnen die miljoenen heel hard gaan als je feesten geeft met dure DJ's, hele zalen afhuurt. Iedereen maar helpt en bijstaat financieel. Dan kun je nog zoveel geld hebben, maar dan gaat het rap. Hij kocht dure horloges, Rolexen, dure juwelen. Nam al zijn vrienden constant mee op dure cruises, vakanties, alles erop en eraan. Ja, en op een gegeven moment begonnen mensen daar toch een beetje misbruik van te maken. Het werd echt een beetje een geldezel. Mensen gingen niet met hem om omdat ze Abraham zo leuk vonden, maar omdat ze wisten dat Abraham er altijd toe bereid was om te betalen. En om bij te springen waar nodig, ja. In dit geval maakt geld dan toch niet zo gelukkig. Dit maakte Abraham namelijk best wel eenzaam, hè. Hij had altijd het gevoel dat het niet om hem ging, maar om zijn portemonnee. Hij was eigenlijk altijd de hele dag door met mensen aan het bellen. Allemaal nepvrienden eigenlijk, verschrikkelijk. Na 2 jaar is er slechts 1 miljoentje over. Hij heeft gewoon 11 miljoen bijna uitgegeven in 2 jaar tijd. Ik vind het persoonlijk nog knap, hè? Dat, nou ja, op zich, als jij voor elke neef en nicht een huis koopt, dan gaat het natuurlijk wel hard. Maar 11 miljoen in 2 jaar tijd, ja, ik vind het nog behoorlijk knap. Ik vind het echt wel een beetje zielig, want als je foto's ziet van Abraham, het is een hele aandoenlijke, lieve, ingetogen gast. Dat is gewoon sneu als je erover nadenkt dat mensen daar zo misbruik van hebben gemaakt. Hij werd er ook echt een beetje moedeloos van. Van al die mensen die maar wat van hem moesten. Het is dan inmiddels 2008, als de miljoentjes bijna er doorheen zijn gejast, dat Abraham een vrouw ontmoet genaamd Didi Moore. Het is geen liefdesrelatie, dat helemaal niet. Maar in ieder geval wil ik jullie eerst eventjes over de achtergrond van deze mevrouw vertellen, want dat is wel eventjes een belangrijke. Deze Didi Moore werd geboren in 1972 en werd geboren als Doris Donegan. Doris werd altijd Didi genoemd. Vanaf eigenlijk begin af aan, de vriendjes en vriendinnetjes noemden haar altijd Didi en dat is er nooit uitgegaan. Ze is geboren en getogen in een plaatsje genaamd Plant City. Plant in de zin van plant. Nou, die naam doet zich eer aan, want er zijn behoorlijk wat plantages daar. Met name de aardbeienvelden, dat is iets. Ja, daar staat Plant City bekend om. Plant City is een beetje te vergelijken met wat de Betuwe voor ons is, denk ik. Ik was daar laatst en toen zag ik een flipje bord. Ik weet niet of jullie flipje nog kennen. Maar toen ik hoorde over Plant City, moest ik serieus een beetje denken aan de Betuwe en flipje. Met hun aardbeien, festivals. Ja, het is er allemaal. Plant City is the place to be voor als je van fruit houdt. Super gezellig. Plant City ligt trouwens ook in Florida. Het is een heel klein stadje. 40.000 inwoners heeft het. Het heeft stadsrechten, maar het heeft een dorpsgevoel. Didi was eigenlijk best wel een braaf kind. Ze zat daar bij de scouting, meisjescouting. Verkocht van die koekjes aan de deur, weet je wel. Ze zat bij de cheerleaders als tiener. Ze werd ook nog eens gelovig opgevoed. Ze ging elke zondag naar de bijbelschool. Nou ja, dat was gewoon een beetje het standaard Amerikaanse meisjesleven wat ze leidde. Didi leidt daar in principe een hartstikke fijn leven. Maar het is wel een vrij eenvoudig leven. Plant City is niet per se de place to be. Hè? Als je van luxe houdt, van feesten houdt. Het is veel landelijk gebied. Je hebt veel boeren.
Veel boomgaarden, veel aardbeien, maar ja, weinig te beleven. En dat is iets wat wel een beetje gaat knagen aan Didi op een gegeven moment. Zij heeft het verlangen naar dat luxe leven. Zij ziet een levensstijl op tv van iemand die erg rijk is en merkkleding draagt. Daar kijkt ze tegenop. Dat wil zij later eigenlijk ook allemaal wel bereiken. Dat is iets waar ze heel veel waarde aan hecht. Zelfs bij een schoolfeest vraagt ze haar ouders haar niet af te zetten waar iedereen haar kan zien. Omdat, ja, ze een beetje een afgerachte auto hebben. En daar schaamt ze zich voor. Ik vind dat nogal wat, hoor. Wees blij met wat je hebt. Maar zij had dus al op vrij jonge leeftijd dat ze daar gewoon heel erg mee bezig was. Met het willen bereiken en het willen verdienen van veel geld. Nou, Didi maakt op een gegeven moment een opleiding af als verpleegkundige. En in 1992 ontmoet ze haar man, daar trouwt ze mee als ze 20 jaar oud is. En 3 jaar later krijgt ze daarmee een zoontje. Nou, als ze trouwt verandert haar naam dus van Dannegan naar Didi Moore. Want ze is getrouwd met Mr. Moore. Ja, ze hebben het gewoon goed, maar nog steeds niet dat luxe leventje waar Didi zo naar verlangt. Dat blijft altijd in het achterhoofd zitten, hè? Ze wil hoe dan ook succesvol worden, ze wil geld verdienen, ze wil merkkleding, ze wil alles. Het was haar grote droom om een groot zakenvrouw te worden. Ze heeft wel wat pogingen gewaagd en met die piramideconstructies heeft ze wel eens wat telefoons gekocht, is voor zichzelf begonnen. Dat werd allemaal niet echt een succes. Maar in 2004 gooit ze het roer om en besluit ze, nou, nu gaat het helemaal gebeuren. Ze zet een soort uitzendbureau eigenlijk op voor medisch personeel. Dus ze recruteert dat medisch personeel, plaatst verpleegkundigen in ziekenhuizen, et cetera, et cetera. En dat loopt echt als een trein. Ze weet daar oprecht een succes van te maken. Dat bedrijf, dat noemt zij American Medical Professionals. Erg creatief. Ze verdient uiteindelijk maar liefst $200.000 per jaar. Nou, dat is lekker, hoor. Dat is ongeveer €18.000 per maand. Dan heb je toch wel even lekker gedaan, toch? Nu kon ze dan eindelijk genieten van dat luxe leefje waar ze altijd zo naar heeft verlangd. Dus ze kopen een enorm huis in Plant City, zij en haar man samen. En ze gaan op een dure vakantie. Ze kan eindelijk die mooie designerkleding kopen. Juwelen. Ook een dikke Rolex kwam eraan te pas. Nou, een paar jaar later, ze is dan inmiddels 36 jaar oud. Ze heeft 4 jaar lang al keihard aan dat project gewerkt. Maar nu heeft ze weer een nieuw doel voor ogen. En dat is het schrijven van een inspirerend boek. Iets waarvan mensen denken, hey, als zij het kan, dan kan ik het ook. Nou, dan ga je daadwerkelijk wel bij deze vrouw denken. Als zij het kan, kan ik het ook. Ja, serieus, dit is wel het levende bewijs. Alles kan. Als zij het kan, jongens, dan kan jij het ook. Maar jullie gaan me later begrijpen. Nou, ze wil dus een inspirerend boek schrijven, maar ze wil ook de keerzijde uitlichten van de rijkdom, hè? Van, joh, er zijn ook mensen die er niet per se mentaal beter op gaan met al dat geld. En daar zoekt ze nog een geschikt iemand voor om over te schrijven. En dan via via hoort ze over ene Abraham Shakespeare. Onze multimiljonair, of nou ja, niet meer multi inmiddels, maar iemand die van niks naar iets ging en daar ook wel de keerzijde van kent. Want ja, mensen moeten van alles van hem. Maar echte vriendschap, ja, hij ervaart het toch wel als een leeg leven. Over vrienden gesproken, heb jij een cadeautje voor mij? Kom dan. Ik wil even iemand iets zeggen. Heb je een mooie sok voor me meegenomen? Alweer. Nou, in ieder geval is Didi wel geïnteresseerd, hè, in een samenwerking. Zij wil deze Abraham misschien wel interviewen en gebruiken voor haar boek. Waarom niet? Dus die twee die ontmoeten elkaar. Die delen met elkaar van, joh, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. En zo komt Didi erachter dat zij veel meer voor deze man kan betekenen. Zij zou hem wellicht kunnen helpen met zijn probleem. Hij had nog $1 miljoen over. Zij weet daar wel raad mee. Hoe je dat het beste kunt investeren, hoe je dat moet opsparen, hoe je het best verstandig met geld om kunt gaan. Abraham had het nog nooit in zijn verleden geleerd. Hij heeft überhaupt nog nooit een lesje economie gehad, hè? Dus rekenen überhaupt was al heel erg moeilijk voor deze man. Didi was ertoe bereid om hem te helpen daarmee.
Zij had natuurlijk al een ontzettend goed bedrijf lopen. Zij wist wel van de ditjes en de datjes. Dit is het punt dat zij zijn financieel adviseur werd. Zo komt Didi erachter dat er best wel wat mensen zijn die een schuld hebben bij Abraham. Een schuld die natuurlijk nog moet worden afbetaald. Didi die stak daar een stokje voor. Die ging gewoon bij iedereen langs en die maakte betalingsregelingen. Het ging echt om een heleboel geld wat mensen nog terug moesten betalen aan Abraham. Volgens mij las ik dat het om $3 miljoen ging. Hij had gewoon ontzettend veel geld uitgeleend. En Didi zou ervoor zorgen dat het langzaamaan weer terug het laadje inkwam. Het gaat eigenlijk ontzettend goed. De hulp was meer dan welkom natuurlijk in Abrahams leven. Maar ja, dat wat ze doet, doet ze in principe hartstikke goed. Hij heeft er wel baat bij. Die wijk waar Abraham natuurlijk is opgegroeid bij zijn moeder, dat is ook de wijk waar de meeste vrienden van hem wonen. Die dus nog zoveel geld van hem verschuldigd zijn. Dus Didi is op een gegeven moment een bekend gezicht in die wijk. Maar op een gegeven moment zien ze alleen nog Didi. Abraham is nergens te bekennen. En dit duurt steeds langer, steeds langer, steeds langer. Zijn familie probeert hem ook te bereiken, hè, telefonisch. Hij wordt niet opgenomen, sms'jes wordt niet meer gereageerd. En dit gaat echt wel een hele tijd zo door. In april 2009 werd Abraham voor het laatst ergens nog gezien. En daarna tot november niet meer. Ja, en in november besluit een familielid toch uiteindelijk aan de bel te trekken. April, november, hè? We hebben het echt over een lange periode. April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november. Dat is langer dan een half jaar. Dat is gewoon 8 maanden dat die man vermist is. Dat is intens lang. Je moet je voorstellen, Abraham was ook in die buurt, of eigenlijk door heel die woonplaats, best wel een bekend gezicht. Ik kan me voorstellen dat iedereen het er ook wel over had. Hè? Van, goh, dat is die man die loterij heeft gewonnen. De man van de 13 miljoen. Ja, en daar stond Abraham ook daadwerkelijk onbekend. Dus het viel ook bij heel veel mensen op dat Abraham nergens meer werd gezien. Niet alleen door zijn familie, maar door alle buurtbewoners. Het was gewoon vreemd voor iedereen. En Didi ondertussen maar geld in, hè? Dus die ging nog steeds langs al die mensen die nog schuld hadden. Daar haalden ze nog al die tijd geld bij op. En dat terwijl Abraham nergens te bekennen was. Ja, meer mensen waren het erover eens dat dit zaakje stonk aan alle kanten. En er is iets met die Didi. Nou, dus een van de familieleden van Abraham geeft Abraham op als vermist. En er wordt gelijk een onderzoek gestart. En de eerste die de politie wil spreken is natuurlijk onze vriendin Didi. Die heeft hem voor het laatst gesproken, die regelt alles voor hem. Ja, die is nog van alles uit zijn naam aan het doen, dus ja, wellicht zou zij meer weten. Dan komt ze met een opvallend verhaal. Zij vertelt dat Abraham vrijwillig eventjes van de aardbonen verdwenen was, omdat hij het helemaal zat was met alles en iedereen om zich heen die wat van hem wilde. Hij was al zo lang als geldezel behandeld dat ja, hij wilde gewoon eventjes pauze. Het werd hem allemaal eventjes te veel. Hij had zich in het diepste geheim heerlijk teruggetrokken. Didi is ertoe bereid om goed met de politie mee te werken. Eigenlijk overal weet ze wel een antwoord op. En ze laat ook daadwerkelijk een document zien, ondertekend door Abraham, waarin staat dat zij gewoon alle rechten heeft over al zijn spullen, over al zijn bezittingen, heeft zij zeggenschap. Ook heeft hij een schriftelijke verklaring ondertekend dat Didi namens hem allemaal rechtshandelingen mag uitvoeren. Zij mag van alles op zijn naam kopen. Ze mag zijn bezittingen verkopen. Hij had haar gewoon volmacht verleend. Super bizar. En wat blijkt nou? Didi woont zelfs in het huis van Abraham. Ze is inmiddels gescheiden van Mr. Moore, van haar man waar ze al heel lang mee was. Ze is gewoon in dat huis gaan wonen. Ook dat, hè, dat staat allemaal vast in het contract wat ze laat zien. Abraham heeft het allemaal goedgekeurd. Hij wilde juist dat zij dat huis ging kopen. Dan kon hij gewoon eventjes weg van alles. Dus ja, na de scheiding was zij in dat prachtige herenhuis gaan wonen. Wat heeft dit toch in godsnaam te betekenen? De politie had wel meteen zoiets van, joh, deze Didi, dat is het Nini. Nee, er is wel wat met deze vrouw aan de hand. Wat precies, dat weten ze niet. Maar er rommelt wel het een en ander aan haar verhaal. Didi wist trouwens helemaal niks van de verblijfplaats af van Abraham. Ja, hij was weggevlucht. Hij zat waarschijnlijk lekker in het Caribisch gebied te chillen met een cocktail. Niemand hoefde zich zorgen te maken, maar het was allemaal topgeheim.
Abraham wilde zelfs niet de vrouw vertellen die hij alle bevoegdheid had gegeven over al zijn bezittingen waar hij naartoe ging. Dus hij geeft wel alles aan haar weg, maar vertrouwt haar niet zo erg dat hij zijn geheim wil delen van zijn locatie. Nou, ze kon in ieder geval de politie niet verder helpen. Dus de politie neemt een kijkje in de telefoongegevens van Abraham. En dan beginnen ze zich toch echt wel zorgen te maken. Zoals ik al zei, Abraham was dag in dag uit bezig met mensen te woord staan die wat van hem wilden. En die hing echt de hele dag aan de telefoon. Bijna 24/7, bijna 100 belletjes per dag. Het leek wel een soort klantenservice. Aan die telefoongeschiedenis is te zien dat op 6 april 2009... dat er nog heel veel rondgebeld werd, maar dat het daarna nagenoeg stilvalt. Er worden geen gesprekken meer gevoerd. Het enige contact wat er nog is, dat zijn sms-berichtjes die Abraham stuurt naar Didi. Precies Didi ook. Voor de rest benadert hij niemand. Politie is dan wel eens benieuwd. Joh, vanaf welke plek zijn die berichtjes verzonden? Misschien kunnen ze Abraham wel vinden. Kunnen ze uiteindelijk zijn locatie traceren? Je weet het maar nooit. En wat blijkt, telkens als Didi en Abraham contact hebben met elkaar, dan slaat de telefoon van Abraham de zendmast aan in zijn woonplaats. En dat is exact dezelfde zendmast waarmee de telefoon van Didi ook contact maakt. Nou, dat kan dus alleen maar zo zijn als je samen in een auto zit of samen in hetzelfde huis zit. Je hebt zoveel zendmasten overal, hè jongens. Dus al wijk je ook maar eventjes een kilometertje af, zou het kunnen dat hij verbinding maakt met een andere locatie. Dus telkens op de momenten dat die twee contact hebben, die twee telefoons, zijn die twee telefoons gewoon in dezelfde ruimte. Dat moet wel. En dat is natuurlijk vreemd. Slaapt Abraham misschien op het dak van Didi? In haar kelder? Of beheert Didi niet stiekem ook zijn telefoon? Het is kerstdag 2009. Abraham is inmiddels al 9 maanden vermist. En de politie onderzoekt nu dus al langer dan een maand zijn vermissing. En op deze eerste kerstdag wordt de moeder van Abraham ineens gebeld. Door niemand minder dan Abraham zelf. Of althans iemand die zich voordoet als haar zoon. Zijn moeder heeft het echt meteen door. Je hoort dat de persoon aan de andere kant van de lijn niet haar zoon is. Het is een hele andere stem. Dus ze ligt meteen, echt onmiddellijk, de politie in. En zij ondernemen direct actie. Het was ook trouwens een afgeschermd nummer, maar de politie weet toch de telefoon te traceren. Het telefoongesprek wordt meteen nagetrokken en daar komt dus een locatie uit. Dit gesprek is gevoerd vanaf het winkelcentrum van Lakeland. En Lakeland is natuurlijk de woonplaats, hè, van Abraham. Het is gewoon dicht bij huis. Zou Abraham dan gewoon thuis zitten? Of misschien even thuisgekomen zijn met kerst? Het kan allemaal, we weten allemaal nog niet zeker wie het is. Wie weet is het Abraham wel? Heeft hij gewoon iets aan zijn stem? Ja, je weet het niet. Nou, de politie die scheurt met een noodgang naar dat winkelcentrum in Lakeland. En wie rijdt daar net het parkeerterrein op? Het is niemand minder dan Didi Moore. Zij parkeert daar naast een andere auto. In de andere auto zit een man. En daar loopt ze naartoe. Dus ze stapt haar auto uit. Ze loopt richting haar buurman, hè, die daar geparkeerd staat. Ze leunt voorover en geeft de man iets. De politie ziet meteen dat de man achter het stuur niet Abraham is. Het is een heel andere gozer. Nou, ze wacht even een moment totdat Didi Moore wegrijdt. En dan confronteren ze de man daar op de parkeerplaats. Ze zijn wel even heel benieuwd wat voor uitwisseling dat was. Wat gaf Didi? Wat hebben ze daar besproken? Heeft deze man überhaupt iets met het telefoongesprek te maken? Nou, ze nemen polshoogte om eens even te vragen wat hier gebeurd is. Deze man in de auto is ene Greg Smit. En Greg was een vriend van Abraham. Ze kenden elkaar. En al heel snel komt hij over de brug met de waarheid. Didi had hem namelijk gevraagd om de moeder van Abraham te bellen en om zichzelf dan voor te doen als Abraham. Nou, Greg zou daar $5.000 voor krijgen, dus dat is een hele smak geld. Dus ja, Greg die heeft dat op een gegeven moment maar gewoon gedaan. Is natuurlijk niet zo netjes, hè? Absoluut niet. Want hoe harteloos kun je wezen? Greg was potverdikkie een vriend van Abraham zelf. Ja, het is lelijk, maar goed.
Greg wist ook wel dat het niet goed was wat hij had gedaan, maar hij dacht dat Abraham gewoon ergens op de Bahama's zat. Dat hij daadwerkelijk gevlucht was voor het hectische leven wat hij nu aan het leiden was. En dat hij de druk niet aankon. Hij geloofde Didi, want Didi had hem dit namelijk natuurlijk ingeprent. Van joh, Abraham is er eventjes tussenuit. Hij is niet dood of zo. De politie vertelt Greg Smith dat ze wel degelijk uitgaan van een misdrijf. En dat het best wel goed zou kunnen zijn dat Abraham helemaal niet meer in leven is. En daar schrikt deze Greg natuurlijk van. Die heeft zoiets van, ja, wat heb ik me nou op de hals gehaald? Greg besluit om vanaf dit punt samen te werken met de politie om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik denk ook dat hij niet heel veel keuze had. Hè? Als je de moeder van zo'n vermist persoon gaat bellen en je voordoet, nou ja, is dit wel het minste wat je kan doen. Op een gegeven moment wordt de verdwijning van Abraham zo serieus genomen dat de politie een persconferentie geeft om de verdwijning onder de aandacht te krijgen. En tijdens deze persconferentie deelt de politie dat ze toch wel uitgaan van een ernstig misdrijf. Van misschien wel een moord of de dood van Abraham. En daarmee hopen ze natuurlijk aanwijzingen en tips te krijgen van de mensen die de persconferentie bekijken. Dit is het punt dat Didi zwaar in paniek raakt. En dan besluit ze Greg Smith weer te bellen. Dus de man die ze al eerder heeft ingehuurd om de moeder van Abraham te bellen en zichzelf voor te doen als Abraham. In dit telefoongesprek vraagt Didi aan Greg of ze nog iemand kent die de moord zou willen opbiechten. Inmiddels was Didi namelijk zo bang geworden dat ze achter haar aan zaten, want zij had er helemaal niks mee te maken hoor, trouwens. Natuurlijk niet. Ze was er alleen maar heel erg bang voor dat zij schuldig zou worden bevonden. Het zou toch niet gebeuren dat ze nu alles zou kwijtraken voor iets wat ze niet gedaan had. Nou, de twee hangen op. Greg zegt, joh, ik laat het je wel even weten. Nou, Greg die belt niet rond, hè, rond zijn vrienden of iemand nog toevallig een moord zou willen bekennen. Nee, hij belt de politie. Didi wist natuurlijk niet dat Greg en de politie inmiddels zijn gaan samenwerken. Dus Greg die informeert de politie over dit gesprek en de politie bedenkt een plannetje. Greg moest terugbellen naar Didi om aan te geven van ik ken nog wel iemand. Die moet binnenkort toch waarschijnlijk zitten voor een of andere uit de hand gelopen deal hè, ergens. Hij was een proces aan het afwachten, maar de kans was groot dat hij toch 20 jaar moest zitten. Dus een moord, dat kon er ook nog wel bij. Didi die was wel geïnteresseerd en wilde deze neef van Greg dolgraag spreken. Er wordt een ontmoeting opgezet tussen deze neef en tussen Didi. En Didi loopt recht in de val van de politie. Want ze gaat niet afspreken met de neef van Greg. Nee, ze gaat afspreken met een undercover agent. Dus ze stappen de auto in, ze gaan het gesprek hebben, ze maken een deal. En dat gesprek gaat een beetje als volgt. Didi geeft aan van, ik wil niet onterecht de bak ingaan. Heb je misschien zin om een moord te bekennen? En wat wil je ervoor? Nou, de undercover agent die zegt van, 50.000, hè? Dat wil ik wel. Nou, die deal wordt gesloten, ze doen een handjeklap erop. En dit gesprek is trouwens ook helemaal opgenomen. En ik kan jullie best wel een stukje laten horen, maar het is te bizar voor woorden hoe dit in zijn werk gaat. Deze vrouw heeft echt totaal geen empathie. Geen gevoel of zo. Op een gegeven moment begint ze zelfs grapjes te maken. Dan zegt ze tegen deze zogenaamde neef van Greg van, joh, je gaat bekend worden. Ja, wel als moordenaar, maar moet je nagaan. Er wordt straks boeken over je geschreven. Er wordt straks over je gepraat bij de Oprah Winfrey Show. Dat jij iemand die de loterij heeft gewonnen, die heb jij vermoord. Ze doet er lacherig over. Ze maakt grapjes. Het is ronduit respectloos. Ik laat jullie anders even een stukje horen. You're gonna be a legend and you're gonna be in a book and probably on the Oprah show. These cops are trying to frame me for killing Abraham. I really didn't kill the man. Ja, ik heb er maar één ding om te zeggen en dat is wauw. Wauw, wauw. Didi, deze vrouw is helemaal knetter. Ik snap het ook niet. Waarom zou er in godsnaam iemand zijn die een moord zou willen bekennen? Waarom? Waarom denk je dat dat een realistisch beeld is? Je weet het toch, je krijgt misschien 50.000, maar daar heb je echt helemaal geen drol aan als je in de gevangenis zit, toch?
Het zegt wel genoeg over haar denkwijze, hè? Haar denkbeeld, over haar realiteit, dat die totaal niet realistisch is. Nou, die undercover-agent probeert Didi nog uit de tent te lokken van, joh, als ik de moord beken, heb ik wel bewijs nodig dat ik het heb gedaan. Want ik kan het wel zeggen, maar ik heb iets tastbaars nodig, weet je wel. Dus een moordwapen of een lijk. Wijs mij de plek aan of kun je er misschien achterkomen wat er gebeurd is. Waarop Didi antwoordt, ik ga kijken wat ik kan regelen. Dus tot zover dit afspraakje. Heel vreemd gesprek. Deze vrouw, ik kan er niet mee. Het is echt heel intens. Ik snap gewoon niet hoe haar brein werkt. Een paar dagen later komt Didi daadwerkelijk met tastbare aanwijzingen. Ze spreekt af met Greg en ze overhandigt een pistool. Kleintje, een pistooltje. Waarvan ze beweert dat dat het moordwapen is. En dan rijdt ze met Greg naar een huis. Een huis die ze, eventjes ter info, met het geld gekocht heeft van Abraham. Nou, dat huis ligt in Plant City. En zij loopt samen met Greg een beetje rond, hè, dat erf. En dan wijst ze een plek aan waar een grote betonnen soort van plaat overheen ligt. Een soort betonnen enorme gegoten plaat van 9 bij 9 meter. Vierkant enorm vlak. En ze fluistert in Greg's oor, hier ligt hij. Hier ligt Abraham. 2 meter onder de grond. Dus dan weet je dat, hè? Kan je neef dat eventjes aan de politie vertellen? Greg geeft deze informatie natuurlijk door aan de politie en een dag later beginnen ze daar te graven. En al heel snel komt de media daar ook op af. Die straat staat helemaal vol met verslaggevers, cameraploegen. Ja, alles om dat moment vast te leggen. En dat moment komt er. Abraham wordt gevonden onder die enorme betonnen plaat. En uit autopsie blijkt dat hij is neergeschoten en is omgekomen door 2 schoten in zijn borst. Dat is echt super triest. Zijn familie staat er ook bij te kijken terwijl daar die opgravingen plaatsvinden. Het is echt een vreselijk moment. Je zou misschien denken, Didi moet nu toch direct kunnen worden opgepakt. Maar daarvoor moet natuurlijk een arrestatiebevel worden uitgegeven. En dat duurt gewoon eventjes. Dus de politie houdt het nog heel eventjes stil rondom Didi. Totdat Didi zelf de politie belt. Zij wil vrijwillig haar verhaal komen doen op het bureau. Dus de politie denkt, be my guest, weet je, kom maar langs. Dus daar wordt Didi dan ook verhoord. En dan komt ze met haar nogal vreemde versie van het verhaal. De politie confronteert haar ermee, hè, van joh, we weten dat jij de vindplek van het lichaam en een pistool hebt overhandigd aan Greg. Hoe zit dit? Als zij de moordenaar niet is, hoe weet ze dan waar het lichaam van Abraham al die tijd lag? Nou, volgens haar was zij niet de moordenaar, maar is dit ene Ronald geweest. Abraham zou namelijk in een loesje handeltje hebben gezeten. Hij zou wat contact hebben gehad en gehandeld hebben in verdovende middelen. En Ronald was iemand waar hij nog $250.000 aan schuld had staan. Abraham was Ronald dat verschuldigd. Op een gegeven moment, op een avond in april 2009, stormde Abraham, Ronald en een handlanger van Ronald ineens het kantoor binnen van Didi. Met de opdracht om daar geld op te halen. Daar had Didi een kluis staan. Dat moest Abraham maar aan Ronald betalen. Dus er ontstond een dreigende situatie daar in het kantoor van Didi. Ronald stond daar met een wapen gericht op zowel Ronald als op Didi. Zo van, joh, haal dat geld uit die kluis. Je bent me wat verschuldigd en je gaat me dat nu geven. Zo zou het zijn gegaan. Op een gegeven moment ontstond er een flinke ruzie. Dat liep helemaal uit de klauwen. Waarbij uiteindelijk Ronald zijn wapen zou hebben gebruikt. En Abraham daarmee zou hebben neergeschoten in dat kantoortje van Didi. Ze zouden daarna die kluis van Didi hebben leeggetrokken. Ze hadden ook nog Didi bedreigd met een pistool in haar mond. En weet ik veel wat, als ze haar mond zou opentrekken, zouden ze haar weer komen opzoeken. Dus Didi zou doodsbang zijn geweest. Vandaar dat ze een verhaal heeft gefabriceerd en dit heeft verkocht aan de politie. Dat was haar verklaring. Tijdens dat voor geeft ze ook aan van, joh, hebben jullie niet gezien hoeveel checks ik heb uitgeschreven?
Dit was allemaal bedoeld voor Ronald, want ze hebben me daarna afgeperst en bedreigd. En ik was zo bang dat ik ze al mijn geld heb gegeven. Het is echt een ontzettend vreemd verhaal, maar goed, de politie moet Didi laten gaan, omdat ze nog steeds wachten op dat arrestatiebevel. Ze mogen en kunnen nog niet al te veel doen. Dus Didi wordt naar huis gestuurd. En daar thuis staat de media haar op te wachten. Ze wordt belaagd door allemaal cameraploegen, verslaggevers. Die willen haar allemaal spreken. En Didi, die deinst daar niet voor terug. Het lijkt er wel op alsof elk klein beetje aandacht van harte welkom is. En daar begint ze dus haar verhaal te doen, dat ze er niks mee te maken heeft. Ze hield zoveel van Abraham en ze zou natuurlijk nooit een moord plegen. Kom op, kijk. Ik ben gewoon een onschuldige jonge vrouw. Ik zou het niet eens kunnen, hè? Nee, ik niet. Tranen met tuiten. Of nou ja, vooral tuiten. De tranen blijven uit. Maar wat een drama maakt deze vrouw. Ze weet er een flinke show van te maken. Ik kan het jullie allemaal laten zien ook. Everybody feels bad at some point and don't know what decision to make when they're scared. Let the investigators do their job. And they'll bring justice to the right person. Uiteindelijk weet de politie voldoende bewijs te verzamelen en krijgt ze een arrestatiebevel om Didi uiteindelijk te arresteren voor moord met voorbedachte raden. First degree murder dus. Dus ze kan worden vastgezet en zij zal haar proces moeten afwachten. Dit proces begint pas 2 jaar later. En ook dit is een groot fiasco met deze vrouw. Al die tijd heeft ze haar mond trouwens niet opengetrokken. Ze blijft erbij, ze heeft niks met de moord te maken. Ronald is schuldig. Nou, die hele financiële situatie van Didi wordt onderzocht. En tijdens het proces komt naar voren dat na de verdwijning van Abraham, dat zij de miljoen die Abraham nog over had, het laatste miljoentje, dat Didi dat geheel naar zichzelf heeft overgemaakt. Het is gewoon bijgeschreven op haar rekening. Daarna heeft ze ook verschillende grote uitgaven gedaan voor zichzelf. Dure horloges, juwelen, vakanties. Een dure Corvette kwam eraan te pas. Van alles en nog wat. Die vrouw heeft echt die paar maanden zich volledig uitgeleefd. Dan komt er ook nog een beeld naar voren van Didi, waarvan wij al die tijd natuurlijk hebben gedacht dat zij een succesvolle zakenvrouw zou zijn geweest. Maar niets is minder waar. Deze vrouw heeft zich al eerder gebrand aan verschillende loesje, fraudeleuze zaakjes. En niet zo'n klein beetje ook. We hebben hier te maken met een doorgewinterde oplichtster. In 1999, als Didi 26 à 27 jaar oud is, wordt ze gearresteerd wegens winkeldiefstal. Ze heeft daarna nog wat gerommeld met wat checks. En daarvoor kreeg ze 12 maanden voorwaardelijk. Ze heeft dus niet daadwerkelijk in de gevangenis gezeten. Maar goed, gerommeld met checks. Hier in Nederland kennen we dat concept niet echt, hè? Checks uitschrijven. Maar een cheque schrijf je uit en dan kan een andere persoon dat bij de bank innen. Het is een officieel document, maar het is ook heel fraudegevoelig. Ook Didi wist hier volop gebruik van te maken. Nou, wat al helemaal een heftig verhaal is, waar ik al helemaal van achterover sloeg, is dat deze vrouw ook verzekeringsfraude heeft gepleegd. Maar echt op de meest gekke manier. Meest gestoorde manier die je maar kunt bedenken. Ze heeft namelijk in 2001 haar eigen ontvoering in scène gezet. Ze heeft zichzelf helemaal met touwen vastgebonden en zichzelf in een greppel gegooid. En ze heeft daar langs de weg gestaan. En de eerstvolgende auto die langs kwam heeft ze gezegd van, joh, ik ben ontvoerd. Ik ben misbruikt en ik heb hulp nodig. Tegenover de politie verklaart ze dat de ontvoerders, de belagers, haar auto hadden gejat. Dat het ze blijkbaar daarom ging. En ze hadden haar achtergelaten in die greppel. Dat was een vrij ernstig verhaal en er werd ook echt onderzoek naar gedaan. Het kwam zelfs in de media terecht. Dan komt er op een gegeven moment een getuige naar voren die zegt, hey, die auto, die is gejat, die staat hier gewoon in mijn achtertuin. Er kwam namelijk een vrouw bij mij langs, ene Didi. En die vroeg of ik op deze auto wilde passen, of deze gewoon eventjes een tijdje hier mocht staan voor $500. Daar kreeg hij dan $500 voor. Maar die auto stond daar gewoon. En Didi had hem zelf daar neergeplant. Nou, die auto, die kon ze helemaal niet betalen. Dat was iets boven haar stand. En ze had daardoor best wel een schuld opgebouwd. En zij dacht, goh, als mijn auto nou gejat wordt, dan betaalt de verzekering mij natuurlijk een bedrag uit. En dan is dit probleem verholpen. Nou,
Mooi niet, Didi kwam er niet mee weg. Ze viel keihard door de mand. Maar moet je nagaan dat deze vrouw ertoe bereid is om haar ontvoering in scène te zetten. Het is echt wel van een ander level. Je hebt natuurlijk ook mensen die hun eigen huis in de fik steken voor de verzekeringsmaatschappij om geld afhandig te maken, heb ik wel eens gehoord. Maar een ontvoering in scène zetten, zegt dan gewoon dat je auto gejat is. Ik denk dat deze vrouw niet alleen maar verslaafd was aan het oplichten van mensen en aan geld, maar ook aan aandacht. Behoorlijk wat aandacht. Datzelfde jaar sleept haar huurbaas haar ook nog voor de rechter omdat ze geen huur meer betaalde. Volgens haar zou ze een stalker hebben en ze was mentaal er zo van onderuit gegaan van die stalking dat ze vergeten was haar huur te betalen. Dat had helemaal echt zoveel invloed op haar leven. Maar ja, dit was natuurlijk ook allemaal bullshit. Ze was totaal geen slachtoffer van niks. Nou, ik had jullie natuurlijk over dat piramidemodel verteld, hè, dat ze telefoontjes verkocht. En ze had 20.000 euro aan advertenties ingekocht bij een radiostation. En die $20.000 stond nu dus ook open. Ze had dus $20.000 schuld bij die radiozender. Omdat ze zoveel aan advertenties had ingekocht voor haar telefoontjes die voor geen meter liepen. Nou, uiteindelijk is natuurlijk dat succesvolle bedrijf gestart, hè? In het recruteren van medisch personeel. Dat is geen leugen. Dat is daadwerkelijk wel een succes geweest. Dus wat ik net zei aan het begin, als zij het kan, kan jij het ook. Dat klopt. Ze heeft dus daadwerkelijk wel wat kunnen opbouwen. Dit betekent trouwens niet dat ze er tabak van had, hè, van het oplichten, want ze ging gewoon door. Zij had nu natuurlijk naam gemaakt als onderneemster. En dat zagen een heleboel mensen om haar heen ook. En op een gegeven moment komt er een koppeltje naar haar toe. Die hadden wat geld opgespaard en die wilden net zoals, ja, zoals wat zij had gedaan, een bedrijf opzetten. Didi wilde dit stel natuurlijk dolgraag helpen. En dit stel maakte de $60.000 naar Didi over, ja, om zo een bedrijfje te starten. Didi zou ze daarmee gaan helpen. Maar Didi was dit totaal niet van plan. Didi heeft deze 60k gewoon in haar eigen zak gestoken en deze twee, ja, het koppeltje gedupeerd. Super triest. Ontzettend sneu. Trouwens, ze kwam hier gewoon mee weg, hè. Er werd niks aan gedaan. Zij leerde ook gewoon dat dit gedrag beloond werd. En dan vraag je af, wat is er nou precies met Abraham gebeurd? Hè? Wat heeft Didi deze man nou eigenlijk aangedaan? Wat heeft ervoor gezorgd dat Didi uiteindelijk van een oplichter naar een moordenaar is gegaan? Dat je iemand oplicht, zegt nog niet dat je moordenaar bent. Dat is wel eventjes een brugje verder. Komt er op een gegeven moment een getuige naar voren. Het is een vriendin van Abraham. Het is ook een soort personal assistant, een PA van Abraham. Ze waren heel close met elkaar. En zo was deze PA ook close met Didi. Op een gegeven moment was Abraham naar een bank gegaan. En had hij geprobeerd geld op te nemen. En dit lukte niet meer. En dit was het moment dat Abraham erachter kwam dat Didi misschien niet de persoon was die ze meende te zijn. Dat ze misschien niet het beste met hem voor had, maar achter zijn centen aan was gegaan. Abraham kwam er op dit punt achter dat Didi geld aan het stelen was van hem. En hier werd die man natuurlijk niet blij van. Abraham was ontzettend kwaad. Nou, en slechts een paar dagen later verdween Abraham van de aardbodem. Didi was er niet meer toe in staat om Abraham van de domme te houden. Ze kwam niet meer overtuigend over in de rol als zijnde zijn helper, hè, zijn redder in nood, zijn financieel adviseur. Ze viel door de mand. En er was maar één uitweg om nog van al dat geld te kunnen profiteren. Dat was om Abraham om te leggen. En dat is het motief geweest. Nou, er wordt ook forensisch bewijs gevonden. Didi beweert natuurlijk dat ene Ronald Abraham heeft neergeschoten in haar kantoor. En de politie denkt dat daar wel een kleine kern van waarheid in zit. Waarschijnlijk is dit allemaal gebeurd ook in dat kantoortje. En daar vinden ze inderdaad bloedsporen van Abraham. Ook dat pistool wordt onderzocht, hè, dat ze aan Greg had overhandigd. Het lijkt er sterk op dat dit het moordwapen is geweest. Maar het kan niet met 100% zekerheid worden vastgesteld, omdat de kogel met Abraham begraven was. Het wordt natuurlijk ballistisch onderzocht, hè, die kogels. Maar die waren, doordat ze zo lang begraven lagen met het lichaam, waren niet meer in zo'n goede staat dat dit kon worden vastgesteld. Dat onderzoek kon maar half plaatsvinden, dus hier hadden ze eigenlijk niet heel veel aan. Trouwens, dat hele proces, Didi misdraagt zich flink. Trekt gekke bekken, ze heeft getuigen zelfs benaderd en bedreigd.
dat als ze tegen haar zouden getuigen dat er iets ergs met ze zou gebeuren. Die vrouw heeft zich echt zwaar misdragen. Het is één grote drama queen, een poppenkast wat ze ervan maakt. Dan stapt er zelfs nog een rechercheur het getuigenbankje in, die aangeeft dat Didi hem geprobeerd heeft te verleiden. Zij heeft gezegd van, joh, als jij ervoor zorgt dat de aanklacht van mijn naam afgaat, dan zullen wij een toekomst samen opbouwen. Laat ik al je seksuele dromen uitkomen. Die vrouw was echt een drama. Een drama. Dat je ook denkt van, goh, nou, daar valt die rechercheur wel voor. Het is geen verkeerde vrouw om te zien, maar het is niet dat je denkt van, nou, hè. En daarnaast, wat denk je nou? Dat zo'n rechercheur denkt van, goh, laat ik mijn carrière maar eens even op het spel zetten voor een lekkere vrijpartij met een moordenaar. Oh my god. Dit zegt zoveel over de psyche van Didi. Didi Moore heeft geen filter. Zij denkt overal mee weg te komen en heeft geen grens. Zij heeft geen duidelijk beeld van wat normaal is. Het is echt... Het is bijna lachwekkend, hè, hoe zij zich profileert. Uiteindelijk wordt ze schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Krijgt ze een levenslange gevangenisstraf opgelegd. En tot op de dag van vandaag hoopt Didi op een tweede kans. Op een tweede proces waarin zal uitweiden dat zij onschuldig is. Ze blijft erbij. Zij is niet de moordenaar. Maar die ene Ronald heeft het gedaan. Deze vrouw is zo manipulatief. Gênant om te zien. Ik heb een interview van haar gekeken, een documentaire zat ik te kijken, waarin zij prominent aan het woord komt, gewoon schaamteloos. Zij kent geen schaamte. Ik denk dat ze bijna in haar eigen leugens gelooft, hè? Zulke mensen bestaan. Ze zit gewoon voor die camera te vertellen dat ze er echt allemaal niks aan kon doen en totaal zonder schaamte laat ze ook van alles weg, hè, in haar verhaal. En ze zit daar alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat zij dat interview geeft. Het komt ongeloofwaardig over. Het komt aangedikt over. Haar hele lichaamstaal schreeuwt dat ze het heeft gedaan. Ja, deze vrouw is compleet van het padje geraakt. En een vreselijke narcist waarschijnlijk. Ik ben geen psycholoog, maar wat ik zie is een narcist. Extreem manipulatief dat ze is. Zij is echt compleet van het padje af. De realiteit ziet zij niet meer. Het is... Dat zij denkt ook maar een beetje geloofwaardig over te komen, dat is gewoon lachwekkend. Het is raar, het is een vreemde gewaarwording om haar die interviews te zien geven. Ook achteraf, hè, dat doet ze nog steeds. En ze houdt zich van de domme. Ze doet zich voor als een onschuldig schaap, wat ze natuurlijk absoluut niet is. Alles bij elkaar is Didi gewoon de dader. Zij heeft Abraham vermoord. En zo zie je maar dat zo'n man, hè, die helemaal niks heeft, eigenlijk... ook aangeeft gelukkiger te zijn geweest zonder al dat geld. En dat er in zijn leven dan iemand komt die hem daarmee wil helpen, hè? Die deze kwetsbare man ziet, daar gewoon gebruik van heeft gemaakt. Ze heeft altijd dit plan gehad. Ja, als het om geld gaat, doen mensen rare dingen, extreme dingen. En daar is deze arme Abraham, die lieve man, die is daar slachtoffer van geworden. Het is echt een ontzettend verdrietig verhaal natuurlijk. Dat je denkt, goh, als je de loterij wint, dan zijn al je problemen wel uit de lucht. Maar in het geval van Abraham was dit het begin van het einde. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Laat het me natuurlijk eventjes weten hieronder in de reacties. En heb je suggesties voor de zaken die ik de volgende keer moet bespreken? Laat het mij dan ook vooral weten. Ik zie jullie volgende week in ieder geval weer met een nieuwe misdaadvideo. Dus tot dan. En als je mij eerder wil zien, ben ik aankomende zondag nog live om 7 uur in de avond op mijn tweede kanaal, Onnestream. Dus hopelijk ben je erbij met de livestream. Het linkje van mijn tweede YouTube-kanaal staat onder in de beschrijving. Zorg er ook voor dat je hier op dit kanaal abonneert als je geen genoeg krijgt van True Crime. En geef natuurlijk een duimpje omhoog om ervoor te zorgen dat het algoritme eventjes lekker opgekrikt wordt. Jullie zien mij volgende week weer. Hopelijk tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.